Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ecuador. Dat is lekker fris. Welkom bij Vraag het Wannabies van november. Ook deze keer geven we weer antwoord op vragen die zijn binnengekomen op vraag@wannabies.nl. Nou, laat maar gauw beginnen. De steden kunnen we weer afronden. Hè? Dat is even gezellig. We krijgen van veel kanten de vraag hoe het nou precies zit met het schuilspekelproefrijarrangement. Oh, en hoe zit het daarmee dan? Nou, dat zit prima. Oh, zie je wel. Echt wel. Het zit namelijk zo, in het hele jaar zijn we jarig, dus dat schuilspekelproeverij, dat delen we nog wel een keertje uit. Zo rond de kerst gaan we dat nog een keer doen. Oh, gezellig. Ja, en dan in januari sluiten we eigenlijk het feestelijke jaar pas goed af. En dan gaat het arrangement plaatsvinden, dus wordt vervolgd. Kijk er nou naar uit. Anders ik wel. Kevin Klinker hebt de volgende vraag. Hi Kevin. Kev. Kevin vraagt ons hoe lang het duurde om de live DVD te maken. Zo. Nou, de opnames duurden een avondje, dat maar daar was hij zelf bij, Kev. Dus dat is nogal simpel. Nou ja, daarna zijn we naar Nuisance gegaan. Die hebben de hele boel netjes gemonteerd. Alle beelden netjes in elkaar gezet. Nou, Arjan die is druk bezig geweest om alle multitrack opnames allemaal netjes te mixen. Dat alle instrumenten allemaal kloppen met de stem en alles. En dat ken je. Ja, zeker. Goed, maar Bart die is bezig geweest. Die heeft een heel mooi hoesje. Mooi hoesje. Met fotoalbum. Niet te vergeten. Ja. En die opnames die Arjan gemixt heeft, die zijn ook nog naar Kees Tel gegaan. Die heeft ze allemaal gemasterd, zodat alles er helemaal lekker knallend op de DVD kwam te staan. Met ballen. Ja. Dus nou ja, al met al heb het best wel even geduurd. Ik geloof dat het alles bij elkaar zo'n 3 maanden geduurd heeft. Ja, 3 maanden. Dus, zo lang. Dan heb ik hier een vraag van Richard Veen. Hey Ries. Ries. Hallo. Ries vraagt ons wat het moeilijkste is geweest in de afgelopen 10 jaar om bekend te worden. Oh. Nou Ries, eigenlijk is je vraag ook meteen het antwoord. Eigenlijk wel. Ja. Het moeilijkste is om bekend te worden en te blijven. Oh ja. En voor de rest is het eigenlijk gewoon vooral lachen. Ja. Nou, ik toch even jullie aandacht heb. Nou, Hunnie, die andere kijkers. Zou ik graag iedereen die inmiddels al een DVD van ons gekocht heeft, zou ik graag hartstikke willen bedanken. Hey, bedankt hè. Blij mee. Ja, maar, heb je hem nou nog niet? We hebben er nog maar een paar hoor. Ja. Dus als je nou eens een keertje in de buurt bent met een optreden of zo, kom gerust even naar me toe en maar koop hem dan bij mij. Scheelt je weer verzendkosten. Oh ja. Want het is namelijk ook zo, je kan hem natuurlijk ook gewoon bestellen bij de webshop. Dat kan ook, dan neem je hem een paar dagen in huis. Maar dan komt er wel weer verzendkosten bij. Dat ook wel. Maar wel lekker makkelijk. Dat en dan kan je ook gelijk een t-shirtje kopen. Oh, dat is leuk. Of de Arie Baardmuts. Nee, die zijn uitverkocht. Oh, die zijn uitverkocht. Die zijn er even niet. Arie Pet dan weer wel. Oh, dat dan weer wel. Moet je gewoon even naar onze website gaan. www.wannabies.nl. Zal ik het even spellen? Nee, het staat al lang in beeld. Oh, het staat in beeld. Kijk hieronder. Lekker makkelijk. En dan is het nou tijd voor de agenda. Agenda. Ja, echt wel. Voor een compleet en actueel overzicht kijk je gewoon op www.wannabies.nl. Zal ik dat nog even een keer spellen? Nee, dat hoeft niet, want het staat gewoon in beeld. Het staat gewoon in beeld. Ja, het staat hier ergens ongeveer. Precies. Maar we willen wel speciale aandacht even voor een optreden op 11 december. 11 december, wat is er op 11 december? 11 december, dan staan wij in het Rabo Theater in Hengelo. Oh, oh. En daar staan we bij Nijen Mix en Match. Oh, gezellig. Ja, dat is een avond georganiseerd door het Nijenhuis, de Nijen Stichting. En het Nijenhuis, dat weten we allemaal nog van vorig jaar, dat is een huis voor kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en hun familie. Het is een inloophuis. Ja. En daar kan je naartoe als je de ziekte hebt, maar ook als je het niet hebt, als je het erover wil hebben, maar ook als je het even niet vooral, over wil hebben. Ja, vooral. Vooral dat. Ja. Dus dat is hartstikke belangrijk, er is altijd veel geld voor nodig. Zeker. En daarom moeten daar ook veel kaarten voor verkocht worden. Ja. Kijk daarvoor ook even op onze website www.wannabies.nl bij de agenda hoe je aan die kaarten kan komen voor 11 december in het Nijenhuis. Ja, in het Rabo Theater voor het Nijenhuis. Ja, dat wou ik zeggen, het is een serieus onderwerp, maar we gaan er wel een feestje van maken. Een amazing feest. Amazing feest. Dat dan weer wel. Meer te melden? He? Heb je nog meer te melden? Ja, nee, ik vind het leuk. Het lijkt nog ver weg, maar op 1 januari dan gaan we naar Ter Aar. Nee. Nou, waarom heb je altijd dat? Dat is zo flauw, hè? Nee, dan staan we in het nieuwjaarsfeest samen met Marco de Hollander en de Dikdakkers. Oh! Ja, en kaarten daarvoor zijn nu al te koop. En dan moet je gewoon even gaan naar marcodehollander.nl.
Staat waarschijnlijk ook hier. Staat ook daar en staat ook bij ons op de website. Ja. En we hopen elkaar daar te zien. Dan proosten we op het nieuwe jaar. Zo is het. Zo. Hè? Dat was het weer voor deze maand. Gezelligheid. De volgende aflevering is op maandag 7 december. Ja. Schrijf even op. Schrijven. Maar wat je ook even op moet schrijven is dat je kan je vraag insturen voor woensdag 25 november. Stuur je dan gewoon, net als altijd, naar vragen@wannabes.nl. Het zou leuk zijn als we een keer een intelligente vraag zouden krijgen. Ja, dat zou leuk zijn. Nou, voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Zo is het. Toedeledokie. Hi, fijn. Dikke doei.